Rosanne. Ja, ik ga ook voor Rosanne. Rosanne heeft denk ik sowieso gewoon meer betekend in onze carrière. En de reactie van het publiek is ook gewoon wat leuker. En er is maar één versie van. Dat is ook heel uniek. Dan ga ik voor de drie. Wij maken de zomer voorbij altijd met Jan Smit, Drieës en Kees Toren bij. Dat was gewoon onderbroeken lol en lachen hier op brullen. Wat The Dream ook is, maar The Dream is veel meer een muzikaal gericht programma en dat ligt ons denk ik beter. Erg, dat klinkt misschien, Noord-Vallendam in. Want het is niet zo groot en als je echt je hele leven hier moet doorbrengen, dat is wel heavy hoor. Ja, Vallendam heeft heel veel daarbuiten. Dat is een stuk groter. Ik zou ook voor nooit meer Vallendam in gaan. Het is mij niet per se om het succes te doen allemaal en samen zien bevalt het goed. En wat we misschien ook kunnen doen is allebei heel succesvol worden en dan gaan we features doen bij elkaar. Tijdens hun optreden, heel vals zingen heeft mijn voorkeur. Ja, we zijn al heel snel, ja, we hebben één keer geplayback bij een kinderprogramma en toen, dat voelt gewoon niet goed, weet je. En bij het concert is er altijd wel een momentje dat je even een beetje naast zit, maar dat maakt het levend en echt en authentiek. In mijn geval ga ik denk ik voor de poepluis, omdat ik al wel weet hoe dat is, maar 10 keer mijn nest uit om haar en mijn baby ken ik niet. En zo erg is een poepluis gewoon echt. Al moet ik er 50 per dag verschonen, dat kun je gewoon handelen dan. Want dan heb je namelijk je energie, dus mijn voorkeur gaat ook uit naar die leiders dan.